sixpack prijskast is echt nog veel te leeg. En hoe vul je die nou en maak je nog eens je ouders trots? Juist, door mee te doen met de Nederlands kampioenschappen steldansen. En we hebben nu zometeen een les, want dit laat natuurlijk echt nog helemaal nergens op. Mam, deze is voor jou. Dit is dus Jan, onze dansleraar. En wat staat er vandaag op het programma? Nou, ik heb gedacht om met jullie vandaag het Latijns-Amerikaans te gaan doen. Omdat dat het beste bij jullie past. En het is natuurlijk een spoedcursus. En het gaat erom dat jullie zo snel mogelijk op die wedstrijdvloer terechtkomen. En die. En achter. Laat dat been staan. Achter, terug en zij sluit zij. Oké. Okay. Hoe voelt dit? Raar. Lachen een beetje naar hem. Ja, kan ik nog niet. Nee, kan ik nog niet. Ik kan er niet mee kijken. Goed zo. Heel goed. Gebruik je heupen, Mario. Oh, deed ik dat dan? En voor en terug op zijn voet. Wat zei je? Ja, dat wat ik doe, dat ziet er gewoon voor geen meter uit. En achter, terug. Drie en vier. Wat denk je dan, Klaas? Ik vind leren alleen maar heel lief als hij zo is. Op als harkje. Ik word gewoon kwaad van. Hoezo? Ja, je wordt kwaad op jezelf dus. Ja. Waarom? Voor jezelf? Nou, omdat ik het 30 keer doe en dan gaat hij op het einde weer in de fout. En het is gewoon. Ja, maar dat duurt toch 29 keer. Zo goed. Ja, het viel me 100% mee. Ik had het erger verwacht. Ik denk dat er zit wel wat talent in. Zeker bij Frauk. Maar Valerio kan veel meer dan hij denkt. Nou, we hebben onwijs ons best gedaan met oefenen. En vandaag is de grote dag, want we gaan meedoen met de Nederlandse kampioenschappen ballroomdansen. Ja, en we zetten lekker hoog in, want we gaan natuurlijk voor goud. Verdamme. Zo, dat voor mij is het ook weer goed. Nou, je huid ziet er goed uit. Dan gaan we er eventjes helemaal wat moois van maken. Frauk? Ja? Dat is niet mijn geluksgetal. Ik ben niet blij. Tweede worden? Ja? Zo. Ja, dan eet ik mijn schoenen op. Oh, ik dat? Nee, grapje. Dit worden de langste minuten van mijn leven vandaag. Ja, iedereen gaat nu indansen, want hierna moeten we. We zijn inmiddels al van klasse gezakt, van 5 naar 6. Zonder ook maar iets te doen. Eerste dans, de tja-tja-tja. Ik ben helemaal buiten adem. En ik sta niet helemaal op mijn benen. Kom, zo, ik tril je niet normaal. Maar ik vond het eigenlijk best wel leuk, hè? Echt waar? Ja, ik zou dit best wel vaker willen doen. Het ziet er fantastisch uit. Hey, hè? Lekker bosje van. Op de derde plaats. Valerio Zeno. Godverdomme. Mooi, hè, jongens? Zijn jullie trots op ons? Vooral Tim, mijn moeder, en Maarten. Mijn moeder die pikt nu een traantje weg.